We're back. Nee. Bitches. We doen het weer. Puzzle bitches. Als je hier ziet. Staat die Casanova, maar eigenlijk doe ik alles. Ja, hij doet echt alles. Wij zijn Cornova. Welke puzzle pixel? Ultimate. Ik heb echt veel energie opeens. Ja, we zijn echt hyped. Hyped. Oh, Peper 2 Space? Nee, ik niet kijken naar de nieuwe Space. Ik blokkeer Space. Nou, wacht. We moeten opbouw hebben, hè? Dus, ja, dus we zijn van 112 naar 153. Dan gaan we nu 112. Shit. Oh, nee. Dat zijn die vormen. Oh, de Sitar is back in town. Boys are back in town. Boys are back. The boys. Boys. Puzzle Boys. Voor de mensen die de vorige aflevering hebben gekeken, die hebben niet gezien dat het gewoon 55 minuten duurde voordat we die teringpuzzel in elkaar geflanst hadden. Weet jij waar deze moet, Casanova? Nou, ik zit te denken ergens aan de zijkantjes. Maar ik kan ook de hoekjes als eerst pakken. Oh ja. Ja, dat zou aan die kant kunnen, ja. Nee, want hij zit gewoon aan die daar. Maar dan moet hij ook niet, want hij zit natuurlijk aan deze kant. Ja. Hoekie. Lekker. Hey! Oh, we visten ons er wel doorheen, hoor. Ja. Ze noemen me niet voor niks. Vist maar raak. Nee. Dat doen we ze helemaal niet. Ja. Oké, kijk! Oh, pak hem dan. Ja, dat wordt een. Dat gaat best wel goed. Ik ben echt trots op je. Ja? Ja, ik ben onder meerdere drugs. Maar de grootste is de indrux, ja. Of de indrux. Nee. Oh, nee. De inbux. Indux. De inductie. Inbux sleutel. De inbux. Zo heet het ook weer. Inbus. Oh ja. Inbus 2000. Oh, die zat al. Oh, hey. Ja. Je bent te mooi om erbij te zijn. Ja. Wacht even. Ik heb hem gepimpt. Oh, netjes. Ja. Maar ga je er ook voor? Ik ben ervoor aan het gaan. Kijk, en het werkt. Zo vallers van Supernova. Hoekie! Ja, zeker. Ik heb een puzzelstukje. Oh, waar moet deze heen? Casanova, jij bent in de modus. Ben ik in de puzzelmodus? Ja, hier. Sinds wanneer? Ja. Je bent altijd al in de puzzelmodus. Dat is waar. Je hebt het gewoon nooit doorgehad. Ja. Ik zat in de puzzelbui ook even. Het is een combinatie. Het is een combinatiepuzzel. Een combo. Ja. Wow. Dit was je heel snel door. Ja. Ik heb ook het gevoel dat we hier echt beter in worden. Laten we ook full-fledged series doen. Oh god. Die moet daar. Nee, het ging zo dat, goed. Oh, dat spijt me een beetje. Blauw! Ik ga je oppuzzelen. Ja. Ai. Deze is ook heel licht, zie je dat? Ik zie het, met mijn ogen. Met je ogen? Ja. Dan kijk ik ook altijd mee. Wat? Ik ben ook heel geïrriteerd. Casanova, wat? Wat is er nou? Ik ben een online spel aan het doen, ik kan niet, 7. Online puzzelen, hè? Yep. Online puzzelen, je weet het. Online. Ja, maar die vissen worden door andere mensen bestuurd. Ja, en het is gewoon heel erg... Daarom zijn ze niet meer. Actieve community. Ja. Van de puzzle community. Iedereen kent mij ook wel. Ja. Casanova was net... Ik ben net in de scène gestapt. Ja, en hij moet nog als een... Als een... Als een... Als een... Hoe heet dat? Ja. Als een ede afleggen. Ja. Dus... Ik mag ook alleen die tutorial puzzel nog doen. Ja, ik mag je dit eigenlijk niet eens laten zien. Het zijn gewoon geheime secrets. Maar als jij nog een randje ziet... Ik zal wel piepen als ik hem... Zal je niet piepen? Van, ik ga hem piepen. Ja, maar ik ga het geluid produceren dat een piep moet voorstellen. Dat is... Poep! Oh ja, dat doet het. Nou, ik ging voor een puup. Ja, maar ik ben ook nog niet gevorderd. Nee, dus je hebt je ede nog niet afgelegd. Nee. Dus, De buup! Oh, de telefoon! Ik ga hem halen! Nee, niet doen! Oh! Dit is niet mijn huis! Dit is ook niet mijn huis! Wat doen we hier? Stel je mond! Waarom gebeurt dit?
Als je misschien als je het zegt, werkt het ook dat je meteen ziet. Van, dat is... Oké, wacht, ik ga nu poepen. Poep! Shit. Nee, geef het zijn tijd. Ja! Oh ja, ja. Poep! Oh ja. We gaan het even timen zo hoor. Nee. Nee, dat was een twijfelpuntje. Het was een twijfelpuntje. En als je ergens vertwijfelt, dan moet je er niet voor gaan. Ik kijk wel een beetje tegenop om dit zo allemaal te vullen. Ja. Maar dat heb ik vaker met puzzelen. Ik kijk er altijd tegenop. Puzzelen. Ja, maar jij doet het ook elke dag. Dus ik kan begrijpen dat het gewoon... Ik ben een doorwinterd puzzelaar. Ja, nice. Maar ik ben wel blij dat ik... Oh nee. Mag... Ik was overtuigd van het feit dat hij er moest. Ik ben blij dat ik mag voortbeduren... Denied. Op jouw teugels van de puzzelheid. Nou... Zit soms gewoon te bedotten hier. Hè? Het past niet, blijkbaar niet. Maar het is gewoon bijna uniek. Ja! En zul je zien, het is redelijk mogelijk. En ik ben het heel rustig en doordacht aan het spelen. Wat een uitzondering is in jouw boekje. In mijn boekje. In je puzzelboekje. Dat wat jij niet mag zien. Dat mag ik. Mijn geheime puzzel. Oké. En... Die loomt. Ja. Ja, het is onmenselijk. Ik voel me echt onmenselijk. Ik hoef hier niet zoveel in te knippen, joh. Ik voel me één. Ik hoef hier niet 55 minuten naar te kijken. Nee, langer, omdat ik dan alles weg moet knippen en dan weer terug. Ah! Hier is hij. Oh, profijt! Je moet het langzaam leren, hè? Ja, sorry. Ik ga te hard van stapel. Je moet het langzaam leren. Ik ben ook gewoon zo enthousiast. Je bent enthousiast. Enthousiast. Ik snap het. Oh. Je hebt natuurlijk gespiekt in mijn puzzelboekje. Nee. Jawel. Ik zou het niet durven. Je hebt het gedaan. Heb je het gedaan? Nee, misschien. Je hebt het gedaan. Dit wist je al of niet? Dat die daar moest. Ja. Ja. Waarom heb jij dat in je puzzelboekje staan? Omdat ik gewoon een puzzel al 3 keer heb gedaan. Maar je hebt er alsnog moeite. Ja, maar ik ben gewoon... Ik moet het ook leuk voor de kijkers laten zijn. Oh, oké. Okay. Je hebt de potentieel puzzel te zijn. En ja, kijk eens! Ghost image. Ja, maar dan zie je gewoon de... Hoe die puzzel in elkaar moet. Ja. En dan kan je gewoon afsluiten. Want... Wij zijn niet zo slap. Nee. Ik hoor die sitaar. Die bemoedigt ons. De sitaar stopt, hè, als je de hints neemt. Ja. Dat willen we niet. Nou. De meningen verschillen daaronder. Maar niet maar bij ik ons. Maar ik ben ook nog geen geavanceerde puzzelaar. Kijk, daar is eentje met krullen en zo. Wellicht zou die ergens passen. Wat? Dat ze ook een hele mooie locatie zijn geweest. Waar het niet dat het niet de locatie is waar deze desbetreffende puzzelstuk in terecht moet komen. Ja! Maar daar wel. Nou, nu ben ik er weer in hoor. Nu zit ik er weer in. Nu ben ik er weer in. Nu zit ik er weer in. Moet je zien. Let op. Je bent eruit. Oh, maar misschien dat die daaronder kan. Ergens. Omdat het zo'n gekke krul even heeft. Maar het is veel te donker. Dus dat kan je moeder... Heeft een vette krul? Hij heeft een heel mooie krullen. Ik kon niet meer dat je over mijn moeder praat. Oké. Ik vind het gewoon niet meer. Nee, maar ik zal stoppen. Nee, is het. Huh? Het is oké. Ja? Het is oké. Ja? Ja. Godverdomme. Kijk. Dankjewel, mama. Ik wil niet meer dat je over je moeder praat. Tup, 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 tup. Deze heeft heel veel krulletjes. Net als de rest. Wat een uitzondering. Ik snap het niet. Ik heb mijn puzzelboekje ben ik al een tijdje kwijt. Ja. Ik weet niet waar die is. Daar. Wat? Nee, niet je puzzelboekje. Ik dacht dat mijn puzzelboekje hier was. Maar nu zul je zien. Het klopte wel. Het klopte wel. Heb jij mijn puzzelboekje? Nee. Ja, ik moet wel eens zeggen. Wat zei je over dronken uilen? Optische illusie. Wat doet die daar? Wegwezen. Het gaat helemaal fout. Ik heb veel te veel puzzelstukjes die op elkaar lijken. Ik heb veel te veel puzzelstukjes in deze puzzel. Er moet er één daar. Dan pak gewoon alle grijze dan uit het water. Ja, maar dan hebben we niks meer in het water. Ik begin toch te denken dat je mijn puzzelboekje niet hebt. De muziek wordt er ook verdrietig op. Ja, ik ook. Oh. Ja. Opstaan. Is doorgeven. Wat speelde ik vroeger altijd? Opstaan is doorgeven. Opstaan is doorgeven. Ik vond het nooit zo leuk. Midden in het bos. In mijn eentje. En dan weet je wel, dan zat ik daar en dan stond ik op en dan... Ah! Opstaan is doorgeven! Hoe won je? Niet opstaan.
Dat doorgeven. Ja, dus je zat veel. Ik zat gewoon heel lang in het bos. Je wist niet beter. Toen had je alleen nog maar grammofoontelevisie. Wat is dat? Langspeelradio's. Welke zoek je? Deze. Nee, die zoek je net niet. Ja, maar die zoek ik wel. Hey, makkertje. Dan moet je goed luisteren, die hoort er niet. Oh, sorry. Ik luisterde goed. Doe je best dan eens een beetje. Ik doe mijn best. Kom op, get shit together. Oh, ik ben gewoon aan het slacken hier, bro. Ja, je zit een beetje... Ik zit gewoon een beetje het commentaar te leveren. Als... Oh! Nee, het gaat gewoon helemaal goed. Het gaat helemaal goed. Ik heb niks te zeuren. Ik vind het verschrikkelijk. Zelf. Hoi. Ja! Oh. Hey. Ah. Val niet van je stoel af van enthousiasme. Nee, want dan moet ik opstaan. Ja, en dan... Opstaan is doorgeven. Ah. Hier kun je... Lekker dan. Dat was om puzzelenergie te focussen. Onze zang wordt steeds slechter. Dat was onze puzzelenergie. Pijlpuzzel. Oh, ja. Je moet je puzzelchakras loslaten. Mijn puzzelpower. Wacht, moet je je chakras loslaten of moet je... Je moet ze openen. Moet ze ontketenen. Ja, je moet ze openen. Heb je nooit Airbender gezien? Ik vind het toch spannend hoor. Ik vind toch wel dat die puzzel hier moet eigenlijk. Wat zit die man nou weer te doen? Ik ben aan het puzzelen. Oh nee. Het is mijn verslaving. Oh. Oh. Ik laat je 2 minuten alleen. En ik ben alleen. Heb je al... Waar moeten al de puzzelstukjes in? Dat is de vraag van de puzzel. Stukjes. Nee, van ons. Aan de puzzel. Help puzzel. Help. Oh, welke hoort die aan... Die moet daar. Hier? Ja. Je hebt gelijk. Eindelijk. Je hebt het gedaan. Ik heb het gedaan. Ja! Tiki. Ja. Hier moet ik hem. Erdogan. Oké. Worden we nu gearresteerd? Omdat we die jonge man belachelijk maken. Nee, we maken hem niet belachelijk. Nee, we zeggen gewoon dat hij de beste puzzelkoning is. Dat, nee. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Dat nooit. Nu worden we wel ontslagen. Nu worden we echt pissig. Ik ben pissig. Ik heb Erdogan nog nooit een puzzel zien maken. Ik heb nog nooit gepuzzeld. Met wat? Erdogan. Oei! Oh! We zijn niet gefrustreerd. We zijn teleurgesteld. We zijn teleurgesteld. We zijn gefrustreerd. Ja. Licht gefrustreerd. Omdat het zo slecht gaat. Maar dan komen wel de beste puzzelmomenten. Ja, want dit... Ja! Hij paste gewoon precies op de plek waarvan ik dacht dat hij zou passen. En dan weet je dat je iets moois in het leven hebt gevonden. Dan weet je dat je dat moet koesteren. Dan weet je. Casanova. Ja. Zou jij weer moeten... Ja! Kan je... Die? Kijk. Sterker nog. Het is zo. Ja. Het is zo. Ja. En gevonden. Hey. Je hebt gelijk. Je begint het te leren. Ik begin het te leren. Maar je mag nog niet de geheime eet afleggen. En ik mag ook nog niet in het puzzelboekje kijken. Dan doe je dat wel gewoon. Ja. 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 En waarom ga je tranen? Ja, maar niet gapen. Oh, sorry. Dan moet je me stoppen, ronde. Ja. Ja! Wonderland. Kijk daar al nog een! Mark. Ja! Zometeen, hè? Ja. Hebben we alleen maar randjes. Oké. Okay. Daar. Ja, maar daar hoort. Ja! Ergens? Ja. Oh, jongens.
Deze, ik heb het gevoel dat hij sneller ging, maar dat kan aan mij liggen. We gaan zo de tijd even zien. En dan gaan we huilen. Ja. Oh man, kijk dan wat de finishing. Kijk. Waar zijn de vissen, vraag je af? Waar zijn de waterlelies? Heb ik die uitgezet terwijl je niet keek? Ja. Ik denk het wel, hè? Ja. Nou, het was leuk. Ja. Oh, wacht. Oh. Oké, ik wil even zien. 11. 11, daar kunnen we echt heel veel mee kopen. Kan ik... Wat wil je? Ik wil zien hoe lang we erover deden. Nee, dat kan je niet. Misschien daar. Nee! Een vis in de nebula.